Kas en Bianca, goedemiddag. En we zijn hier, want er komen nu al heel veel kinderen binnen, dus het wordt al wat rumoeriger. Maar het is Kinderkunstweek en jullie weten daar alles van. Hè? Jij bent van de Zussenbibliotheek zelf. Klopt. En jij bent Bianca kunstenaar. Ja. Bianca Runge. Ja. Hè, zeg ik het goed? Ja. Maar kunnen jullie even wat vertellen over het programma? We organiseren in de Kinderkunstweek een aantal evenementen. Waaronder dit Kapla-evenement, het bouwevenement wat nu gaat beginnen. We hebben er om 3:30 hebben er nog eentje. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Dat wordt gegeven door Bianca. Zij zal zichzelf straks even voorstellen. We hebben vrijdag nog een kinderkunstcollege met Jaap Clement, ook van 4:30 tot 5:00. En volgende week woensdag. Ook hier in de ZB? Ook hier in de ZB. En volgende week woensdag hebben we nog een Kapla bouw-event in Bibliotheek Vlissingen. Oké, en dat verzorg jij ook? Ja, dat verzorg ik allemaal, ja. Ja, en wat moet ik me er precies bij voorstellen? Want ik zie hier al van alles liggen. Ja. Het ligt er al helemaal klaar voor. Maar wat gaan jullie bouwen? Het Kinderkunstweek thema is binnenste buiten het huis in de kunst. En we hebben met de ZB heb ik bedacht, van, laten we dat met Kapla doen. Want met Kapla kan je fantastisch bouwen. Je kunt er doorheen kijken, je kunt erin kijken, je kunt interieurs maken, je kunt huizen maken, je kunt bruggen bouwen. En dat kan ook een opdracht zijn daarbij. En maar vooral het allerbelangrijkste is dat je fantasie erbij kunt gebruiken. Ja, maar dat ben ik toch wel nieuwsgierig. Want eerlijk gezegd heb ik vroeger nooit met Kapla gespeeld. En ik zie het hier en ik zie daar vooral die kleine houtjes. Ja, ja, ja. Maar hoe werkt het dan precies? Kapla, dit is het basismateriaal. We hadden vroeger kurk, maar tegenwoordig hebben we kapla als basismateriaal. Hiermee kun je bouwen. Je kunt, net als met bakstenen, kun je de hoogte in, je kunt ze plat leggen. En meneer die de kapla heeft uitgevonden, die heeft helemaal jarenlang erover gedaan om een eigen huis te bouwen. En die heeft dit bedacht om eigenlijk maquettes te maken. Om in het klein zijn fantasie al te kunnen laten gaan over wat hij werkt. Maar je plakt niks, je timmert niks en je schaaft niks. Het is gewoon... Stapelen. Ja. Nou, je kent Jenga misschien, dat spel ja. Je eruit trekken. Ja. Dit is zoiets, maar dan moet je opbouwen. Nou, dat gaat helemaal goed komen dan. Dat is hartstikke leuk. Ja, we hebben net al hele mooie dingen gemaakt met de eerste groep. En de tweede groep komt nou binnen. Ja, en volgens mij zitten er eigenlijk al een beetje klaar voor. Dus ik ga je met rust laten. Hè? Heel veel plezier, dankjewel voor je toelichting. Ja, joh.